Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ja, ik moet echt wel iets dringend iets doen aan mijn intro. Ik vind mijn intro zelf niet al te denderend, maar ja, wat moet ik anders zeggen, wat moet ik anders doen, bedoel... Het is gewoon een intro. Ik heb er echt een nieuwe op verzinnen. Ik beloof het jullie, sowieso. En een outro ook. Maar ik ben al eventjes wakker. Echt al eventjes. Ik ben al wakker van 8 uur. Ik heb al een vlog gekeken van Enzo Knol. Iets gegeten. 4 boterhammetjes. 2 met preparé. En 2 met zo van die vleesbroodachtig iets. Ik heb zo net een berichtje gehad. Maar I don't care less. Ik moet dat echt op vliegstand zetten als ik ga vloggen, sowieso. Maar de reden waarom ik dacht van, ja, ik ga nog een keer vloggen vandaag, dat is omdat ik vandaag weer naar het ziekenhuis moet, omdat ik met mijn slaapmachine, en daarom moet ik daar een hansnacht slapen met die machine bij, zodat ze kunnen zien of dat wel alles in orde is. Maar ik moet mij sowieso nog douchen, ik heb mij echt wel goede kleren aan doen, want dat is nog mijn slaapt-shirt dat ik aan heb. Boeit niemand, maar toch laat ik het weten. En ik kan je gewoon in mijn dag meepakken, like always. Ja, soms is het 2-3 dagen, 4 dagen, 5 dagen aan elkaar dat ik jullie meepak. Ja, ik probeer dagelijks te vloggen, dus moet ik wel jullie elke dag meepakken. Sowieso ben ik zwaar aan het viben. Dit is mijn setup, voor de mensen die dit willen zien. Dit is mijn computer. Headset, dingen. Ja, ik leg een beetje stof, let er niet op. Kijk, zoals je ziet, stof. Ik kies er iedere dag op, maar komt er super veel stof op. Ja, dat blur ik op het scherm. Dat mag niet gezien worden. Zo, ik ben dus net vertrokken naar het ziekenhuis. Eigenlijk ben ik er al op het domein van het UZ. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er totaal geen zin in om daar te blijven pitten. Maar ja, het moet wel, hè. Dit is gewoon vooral zo... Om 12 uur moet ik pas gaan slapen. Allee, ik mag vroeger gaan slapen als ik moe ben. Maar dat maakt niet uit, want ik ben niet zo snel moe. Ik ga waarschijnlijk tot 2 uur wakker liggen. Maar dat is gewoon in de tijdsperiode dat ik niks kan doen, maar helemaal niks. En ook wat voor eten geven ze mij. Ze geven mij 4 boterhammen. Met wat zo'n klein slaatje of zo. Denk jij, Ashley heeft daar genoeg mee? Ik ga kijken of ik zo'n pecon kan aanmaken en daarna ga ik mijn pizza bestellen. I don't care, les. Ik ga dat gewoon doen. Of dat nu mag of niet. I'm savage. Ik ga het hier even bij laten. Ik ga jullie terug oppakken als ik op de kamer zit. Of zo aan de ingang van het K12. Dat is UZ Gent dus. En daar leuke shit doen. Hè. Ik kan er helemaal niks doen. Dus maar geniet gewoon van de vlog, zou ik zeggen. Sorry voor een beetje dat ik zo down lijk of zo. Of ik praat heel rustig. Of geen niet veel zin of zo. Komt gewoon puur omdat ik naar daar moet. En dat is niet chill. Dat is nooit leuk. Maar oké. Dat is met minstens een keer nachtje blijven en terug terug naar huis gaan. Doel. Het is niet zo erg. Maar kijk, ik moet vertrekken, want ik ga 4 uur niet halen. Ik doe er een kwartier over voordat ik daar ben. Dus dan is het eten. Dan is het al 4 uur. Ik moet er normaal zien zijn tegen 4 uur. Op de kamer. Jij, yeah, Ashley, like... ik stap heel snel. Maar maakt niet uit. Ik zie jullie zo. Zo, ik ben hier net op de kamer toegekomen. Deze kamer is nu al redelijk klein. Toen de vorige had ik veel groter, maar dat maakt niet uit. Oh, maar ik heb er totaal geen zin in. Dus... Ik weet niet wat ik hier de komende uren ga doen. Dat als ik dan wel... Wat zeg, ik heb er echt geen zin in. Totaal niet. Maar toch moet het. Ik denk dat ik zo'n beetje wat muziek ga opzetten. Een beetje muziek luisteren. Chillen. Of naar buiten kijken. Maar veel kan ik er niet doen. Hè. Ik ben zo de hele tijd buiten aan het kijken. Want die uitzicht is echt wel mooi. It's beautiful. Dat moeten jullie zien. Ik kan je dat ook gewoon tonen. Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. Heeft u, daar heb ik wel mee getroffen met die uitzichten. Zalig. Ik ben niet aan het wachten op de verpleger of verpleegster die zo plakkers op mij gaat plakken. Het vervelende is gewoon zo die bakje dat ik er zo heb. Kijk, dat ligt hier. Dus dit krijg ik op mijn bordkas. Dit ook. Dit komt hier rond te zitten. Dus dan nog een elektrode. Ja. Beetje gekke dingen hier. Ik heb honger. Ik heb heel veel honger. Ik heb een bietpies op stal.
ga het toch doen. Hoe dat ik naar boven ga krijgen, weet ik niet. Jee, kamer. Ik ga blij zijn als het volgende dag is. Want morgen ga ik afspreken met mijn man, wat echt wel chill is. En die heeft eerder in de vlogs ook gekomen. Een van mijn beste vrienden komt erin, zwaar chill. Dus ja, maar nu gaan we er iets van maken. Soms is het wel eens een saaie vlog, dat kan, dat is heel normaal. Verder dat ze een beetje zo volledig ambiance zou zijn met de muziek dat ik op ga zetten, zo voor een bok. Pam, pam, pam. Hij dat keireles. Oké, maar ik moet wel rekening houden met andere mensen. Moet ik wel doen. Dus, ik zou zeggen, let's go. Okay, zo mensen, zoals jullie zien, ben ik volledig ingepakt. Heb ik weer zo van die elektroden aan. Zo'n machientje op mijn borstkas. Damn, ik heb er zo geen zin in. Ik heb ook geen zin om te slapen, ze biedt om 12 uur. Like, ik edit nog zo laat. Ben hier zo bijna naar beneden. Schaamlijk. Met al die draad met die plakkers op mij gezicht van... What? Ik ga gewoon doen. Hey. Ik heb als eten 2 sandwiches gehad. Een rijstpapje. En zo 2 schalk salami. Niet normaal. Ik zeg het u. Ik ga je een TikTok video tonen. Je gaat dat nu zien. En, ik zit hier weer in het ziekenhuis. Ik moet weer een slaaponderzoek doen. Dus ja, dat gaan we dan ook weer doen. Maar ik heb hier mijn eten gehad. Check this out. What the hell is that? What the hell is that? And then this one. Waar is het? Waar is het? En uiteraard ook een lekkere puddingske. En een chocomelkske. Dus let's try it. Wow. Nu ga ik eerst een beetje boter smeren op die 2 sandwichjes, dus let's go, of bolletjes. Ik ben hier om dit te proberen, eet smakelijk mensen. Veel kunt je niet verkeerd doen met sandwich en schelk salami of servola. Nu is het tijd om deze pudding te proeven, dus eet smakelijk. Damn! Het is rijstpap, by the way. Ik krijg er nog lekker van genieten de komende 3 minuten. Dus eet smakelijk. Hoezo is het lekker? Ik ben nu zo aan het rondwandelen. Ik was er net zo zwaar hard aan het viben. Op mijn kamer. Zie, waar? Daar. Ik pak jullie hier bij mee. Bij deze avontuurke. Zwaar chill. Voor mij deze robot of zo, ik weet niet. Fuck mensen. Dit voelt zo illegaal aan, weet je waarom? Weet je wat eigenlijk? Ik sta in de lift. Ik zie die vrouw zijn mondmasker aan hebben. Ik zeg, shit, ben mijn vreten. Maar ja, ik ben toch op weg. Dat is op corona, ik heb dat niet. Anders zou ik niet mogen slapen. Ik ben blij dat er hier zo weinig mensen zijn. Maar ik schaam mij zo kapot hard en mijn t-shirt die steeds in de lucht vliegt. Like. Het voelt alsof ik een rokje aan heb. En ik ga gewoon een pizza bestellen. Like. Ik heb honger, hè. Dus ik moet wel eten. Check mij hier zitten, mensen. What the hell? Ik schaam mij zwaar als er iedere keer zo'n mens passeert. Heen zever. Wow. Ik heb gewoon pizza besteld. Barbecue chicken met zo American potatoes en zo'n grote fles Fanta. Normaal drink ik geen frisdrank, maar echt totaal geen frisdrank. Maar ik zeg nu in mijn eigen confuck, ik ga het gewoon doen. Ik zou vragen om alvast de blauw duimpje in de lucht te doen. En de like call is 25.000 duimpjes. Nee. De like call is 150 likes. Dus jullie kunnen dat. Ik geloof in jullie. Jullie kunnen dit. En deel deze video zeker met al je vrienden en familie. En laat iets leuk achter in de comments. Want ik ga vanaf nu ook beginnen. Shoutouts geven, begin van de vlog. Wat dat eigenlijk echt wel nice is. Zo mensen, zoals jullie zien, mijn pizza is toegekomen. Ik ben mega stoked. Ja, ik heb hier nog altijd ding aan. Maar ik heb zo American potatoes. Zit hierin. Ik hoop dat je het kunt zien.
En de pizza zit hierin, maar ik eerst beginnen met de American Potatoes. Ik heb ook Fanta erbij genomen, omdat ik geen cola mag drinken. En normaal gezien drink ik geen frisse drank, maar ik bedoel, ik heb er zin in. Laten we het gewoon doen. Ik ga ook vragen beantwoorden, omdat er mensen enkele vragen hebben doorgestuurd naar mij op Instagram. Maar we gaan naar de vragen opgaan. Dus we gaan kijken. Ik heb heel veel vragen binnengekregen. Heel veel vragen. Oké, iemand zegt tegen mij, en dat is Danny van de en nog iets, PU, maar ik zie de naam niet echt staan. Maar hij zegt zo: heb je genoeg eten en kindjes mee? Want als ik je zondag hoorde, dan zal je veel honger hebben. Oké, maar dat is gewoon een binnenpretje. Omdat ik hem heb gezien samen met Timothy. Dat is de onkel van Timothy. Zegt hij nog groetjes, Danny, de onkel van Timothy. Heb je zondag gezien in zijn haar, topper jij. Blij je mogen leren kennen. Oh, dat is lief. Iets smakelijk, mensen. De eerste hap. Zalig. Ik hoop dat de belichting een beetje goed is, want de zon is eigenlijk echt wel mooi. Dat is een mooi zonsondergang. Wow, dat is eigenlijk wel prachtig. Dat was van Danny. Zegt hij nog iets van, zegt hij nog iets aan Danny? Moeten we een pita komen brengen met veel gezonde groentjes en weinig vlees? Ja. Nee, meer vlees, minder groenten. Nee. Maar Danny, als je deze video ziet, ik hou je eraan, hè. Sowieso, hè. Dries K2 vraagt aan mij: wat zou je ooit willen bereiken in je leven? Wat ik zou willen bereiken in mijn leven, dat is dat ik mensen helpen en gewoon heel veel volgers krijgen, heel veel geld kunnen verdienen, om daar mensen mee te kunnen helpen en een mooi leven te kunnen opbouwen. En te vermageren, maar met dit hier gaat dat niet lukken. En ik krijg nu ook nog een vraag van BLKNBoy02. Verdien je iets met TikTok? Ik volg je al van keilang. Nee, ik verdien niets met TikTok. Dat is wel jammer, maar ik denk wel dat er nog gaat komen in België. 3K2 heeft nog een vraag gesteld. Wat zou je liever hebben gesponsord door Lay's of door Noodles, IQ Noodles? Door welke dat ik gesponsord wil worden. Dan zou ik gaan voor Lay's. Ja, ik weet dat wel graag, zo'n Noodles, maar ik denk dat Lay's iets groter is. Nee? Victor Vico vraagt aan mij: hoe ziet je droommeisje eruit? Zowel uiterlijk als innerlijk. Ze moet heel lief zijn. Ze moet zin hebben om te werken. Ze moet mensen vooral ook kunnen helpen. En ja, gewoon mij pakken hoe dat ik ben. Qua uiterlijk. Bruin haar meestal. Maar blond ook. Maakt mij niet echt uit. Ze moet gewoon mooie ogen hebben. Mooie kont. Mooie boobs. Ik moest eerlijk zijn, hè. En ja, ik kan waarschijnlijk heel veel reacties op krijgen. Wow, dat is een moeilijke naam. Zie wat je vrienden worden. Iedereen is mijn vriend. Julie van Bever. Wat wil je allemaal doen tijdens de zomervakantie? Vloggen. Afspreken. Afspreken met Julie sowieso. Kijk privé. Ja, nee, dat ga ik niet kunnen doen. Julie is weer, hè. Jules. Your favorite sunshine, hè? Ja, zij is mijn favorite sunshine, ja. Mensen, ik ben zo aan het genieten van dat eten niet. Ga wel niet weten. Maar ja, love haar, hè, sowieso. Caitlin. Koch. Ze zegt, je bent de beste. Dat is echt lief. Patatje erbij. Mooi, hè. Hoe lang maak je al video's? Ik denk nu al 9 maanden. Ja. Wat vind je interessant van sport? Oh, badminton. Hockey. Basketbal. Is biljart ook een sport? Ja, dat ook. En pijl en boog. Vind ik zalig, hè. Gewoon zalig. Er zegt iemand, bro, ziek lagen gisteren. Ja, ik weet het. Pitas. Inside joke. Elisa vraagt aan mij: wat is het type meisje? Dat heb ik al uitgelegd. Ik hoop dat dat goed was. Zou je u verdiepen in andere geloven? Nee. Ik heb wel dan bij de islam. Zo meedoen met de vasten en zo uit respect. Maar echt verdiepen nu. Wow. Brekken YouTube. Mijn thumbnailmaker. Echte legend. Ga ook hem sturen als je een thumbnail wilt. Prijzen. Hangt er vanaf, je moet er voor aan hem. Maar hij kan er wel van. Echte legend, love him. Brent. Bro.
Maar zo afspreken. Hij zegt, hoe oud was je toen je 11 was? Wow, deze was moeilijk. 11. Wat is je favoriete combinatie van die je TikTok krijgt? Weet dat niet. Dat is een moeilijke vraag. Dat was van Boet van Driel. Sorry mama, ik weet dat niet. Ik heb ondertussen al zoveel gedaan. Wow, pandatje X. Aardbei, lachgezichtje. Een superleuk Urbex met explorers en contacten leggen met het verleden. Wow. Oké. Okay. Aardbei. Waar woon je? In Gent. Dat was van Vanessa om de loser seats. Of alle... Oh nee, ik zeg maar killen hè. Wat zeg ik aan de loser, wat zeg ik? Vanessa Aladzous. Heb je veel volgers gekregen op TikTok? Hoe heb je veel volgers gekregen? Gewoon mijn ei zijn en mijn eigen shit doen. Zo kom... Hoe komt het dat ik in het ziekenhuis lig? Wel, dat is gewoon omdat ik een slaaponderzoek doe. Want ik heb slaap op nu. En ze aan het onderzoeken, wat ik gebruik nu zo'n machientje. En ze aan het onderzoeken of dat goed werkt bij mij. Dus ja. Wat is je lievelingsdier? Een bison en een hond. En een wolf. Wat is je lievelingseten? Spaghetti? Vispannetje? Witloof? Welke ziekenhuis? UZ Gent. Ik ga kijken of ik nog vragen door heb gehad. Heb je er ooit aan gedacht om te stoppen met YouTube? Nee, totaal niet. No, ik heb er nog nooit aan gedacht. Waarom zou ik? Ik bedoel, ik hou ervan om YouTube te doen. Ik ga kijken of ik nog vragen heb. Ik denk dat ik zo'n beetje van alles heb gehad. Mukbangs. Ja, die komen eraan, want ik ben nu eigenlijk bezig. Want ik ben aan het eten en aan het praten. Zo. Van Kuali Jasper. Vraag dat mij, heb je al een keer een kameel gekieteld? Misschien. Die was heel diep. En mensen, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Laat het weten in de comments. Vergeet deze video zeker niet te liken. Comment onder deze video. Spam het volledig vol. Welke video's zouden jullie graag nog willen zien? Laat het ook weten in de comments. Ik ga wel een TikTokje maken. Daarna ga ik nog even naar buiten. En ik pak jullie nog even mee. Dus. Ik zie jullie zo. Zo mensen, ik ben nu terug op weg naar buiten om te chillen. Ik kan echt niet binnen blijven zitten, ik heb echt gehoest nog. Mijn maag zit vol. Ik heb niet alles kunnen opkrijgen. Deze uitzicht is hier zo mooi. En prachtig genoeg is. Ik woon hier niet ver van. Ik denk die straat is hinter. Zo kan ik naar buiten om te chillen. Zo mensen, ik heb buiten niet meer kunnen filmen omdat ik gewoon even heb gechilled. Maar ik had het nodig, op het gemakje, rustig. En ja, ik heb niet veel meer gedaan. Maar hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balkje waar dat er in het rood staat abonneren. Klik daar zeker even op, dat wordt in het grijs gezet. Dan ben je geabonneerd en behoren bij de Ashley Squad. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zeggen, dat is tot de volgende video of vlog later.